Vanaf 16 september opent in de Nieuwe Kerk een nieuwe tentoonstelling over drie wereldverbeteraars. Namelijk Gandhi, King en Mandela. De Nieuwe Kerk heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar of het gedachtegoed van die drie wereldverbeteraars vandaag de dag nog mensen bezighoudt en inspireert. Ja, en waar ga je zoiets naar onderzoeken? Dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. We gaan naar het Nelson Mandela Park, want daar is het Kwaku Festival. We gaan naar het Martin Luther King Park, daar is het theaterfestival De Parade. Maar we beginnen nu eerst bij het Gandhi standbeeld naast de Haagse Markt. We zijn hier aangekomen bij de Haagse Markt, maar nu moeten we natuurlijk nog het Gandhi-beeld vinden, want dat was de hele reden dat we hier naartoe gingen. Weet u waar het Gandhi-beeld is? Gandhi-standbeeld? Ja? Geen idee. Ja. Waar is het? Op het eind. Ik wil dat alle culturen van alle landen zo vrij mogelijk door mijn huis waaien, maar ik weiger van mijn voeten geblazen te worden door welke dan ook. Als jullie nou iets konden veranderen in de wereld, wat zou dat dan zijn? Ik weet niet of je het ooit kan oplossen, maar ik zou sowieso echt de honger in de wereld gewoon willen weghalen. Veel aanslagen natuurlijk, de laatste paar maanden. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik studeer eigenlijk Nelson Mandela de laatste tijd best wel veel. Maar ik probeer gelijkheid te brengen in plaats van verdeeldheid. En daar sta ik ook voor. Bejaardentehuizen en alles. En een beetje meer vrede, hè? Als mensen allemaal één kind zouden nemen uit zichzelf, zou dat al een stuk beter zijn. Wat voor eigenschappen moet een wereldverbeteraar hebben? Ik dacht dus dat inderdaad ze allemaal iets hebben opgeofferd in hun levensstijl. Gandhi was vegetariër en leefde ook in armoede. En Mandela zat volgens mij ook heel lang in de gevangenis. Wat ooit begon als voetbalwedstrijd is uitgegroeid tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland, namelijk Kwaku Festival. Nelson Mandela was een iconenheld. Ja, een prachtig mens was hij. Een geboren leider, zeg maar, gewoon die contact heeft met het volk, zeg maar. Hij had gestreden voor bruine mensen, want er was toen veel racisme over bruine mensen. Is een wereldverbeteraar van nu iemand die wat jou betreft de wereld een betere plek maakt? Ik denk aan moeder Teresa. Ja, ze is een goede vrouw geweest. Ik zie bij ons in het ziekenhuis wel heel vaak mensen om me heen waarvan ik denk, ja, jij legt gewoon zoveel opzij om de algemene gezondheid van mensen beter te maken, dat ik heel snel daaraan zal denken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wat zou ik dan doen? Nou ja, dan zou ik wel eens met windmolens doen. Gewoon lekker het hele terrein volzetten. Ik zou kinderen meer stem geven. Omdat kinderen vaak beter zien hoe de wereld in elkaar zit. Wij zijn er vaak van afgedwaald. Wij hechten te veel waarde aan dingen die dat niet waard zijn. Personen waar ik wel heel erg geïnspireerd van ben, is wel Daphne Schippers. Ambitieus en gedreven. Als je dat als persoon hebt, dan kan je heel ver komen. Dus ik denk niet zozeer een wereldverbeteraar, maar wel een persoon waar je veel inspiratie uit kan halen. Voor mij was het Obama. Hij wil niet gelijk door naar de oorlog. Probeert eerst met woorden. Geen Trump. Mijn moeder. Ja, die is gewoon leuk. Nou, Malala, dat is een meisje die dus wel die aandacht en die stem wereldwijd gekregen heeft. Om juist die verschrikkelijke volwassenen een beetje wijsheid bij te brengen. Oud, jong, verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen. Maakt eigenlijk niet uit wie wij vroegen, maar iedereen had wel iets te vertellen over wereldverbeteraars. Wat wel bleek is dat mensen zich vooral zorgen maken over oorlog en conflicten in de wereld. Ook op milieu kwam vaak naar voren. En toen wij vroegen van wie is een wereldverbeteraar van nu, kwamen er echt wel een paar verrassende namen uit. We hebben Malala gehoord, verschillende topsporters en politici, zoals Obama. Onze conclusie is eigenlijk, als je dat allemaal bij elkaar neemt, dat het gedachtegoed van de drie wereldverbeteraars actueler is dan ooit.